mijn fantastische schema dat ik jullie in het vorige filmpje heb uitgelegd. Ik heb het schema laten staan, want wat we gaan doen is, we gaan het schema gebruiken om de volgende stap, of een andere stap, wat meer te laten zien. We hebben dit gezien, hè, van receptoren naar het perifere zenuwstelsel, via het centrale zenuwstelsel, terug naar het perifere en dan effectoren. Toen hebben we het gehad over willekeurige skeletspieren en onwillekeurige. We hebben één ding overgeslagen. En wat zijn dat? De klieren. Die klieren die produceren hormonen. Hormonen, erg belangrijk. Helemaal op jullie leeftijd. Wat zijn hormonen nou? Hormonen zijn stoffen die worden afgescheiden door een klier. En waar worden die aan afgescheiden? Aan het bloed. En die worden afgescheiden aan het bloed. En ergens anders in het lichaam hebben ze hun invloed. Dus niet op die plek zelf. Maar het hormoon wordt afgescheiden, afgegeven aan het bloed. Het circuleert dus rond in je lichaam. En ergens anders, in het doelorgaan, doen ze een bepaalde functie. Hebben ze een bepaalde functie. Ja? Twee soorten hormonen. We gaan kijken. Die klier, die stoot een bepaald eiwithormoon uit. En een eiwithormoon, dat is lastig. Dat is niet in vet oplosbaar. Het is ergens in het doelwit, in een doelwitcel, dus de cel die... die gemaakt is om op dat hormoon te wachten, er zit een receptor. En die receptor, die zie je aan die vorm, dat hormoon, dat heeft dezelfde vorm als die receptor, dus als een slot en een sleutel, past dat in elkaar. En op het moment dat dat in elkaar past, gaat er hier op die receptor aan de achterkant, binnen in de cel, dat is in mijn cel, gaat er iets los en dat blijkt een enzym te zijn. En die zet een stof A om in de cel, in B en C. Dus op deze manier zorgt dat hormoon ervoor dat B en C ontstaat in die cel. Superhandig. Een ander soort hormoon, ja, deze route, is een steroïdhormoon. Een steroïdhormoon werkt compleet anders. Wat doet een steroïdhormoon? Een steroïdhormoon heeft helemaal geen receptoren waar die aan kan zitten. Maar hoe kan dat? Dat steroïdhormoon, dat komt gewoon vanzelf de cel binnen. En sterker nog, die gaat die kern binnen. En die doet iets met dat DNA. Het DNA waar we het al eerder over gehad hebben. Wat doet hij? Hij zorgt dat een bepaald gen open komt te liggen. En dat daar mRNA van wordt gemaakt. Van dat mRNA. Dat gaat op zoek naar een ribosoom. En dat ribosoom maakt hier een eiwit. Ja, dat maakt dus een eiwit. Wat het doel was van dat hormoon. Waarom heeft deze geen receptor nodig? Nou, dat is de clue van dit verhaal. Want de clue is dat dat steroïdhormoon is in vet oplosbaar. En je weet, de celmembraan bestaat uit vet. Fosfolipide. Lipide betekent vet. Zo simpel is het. Dus dit steroïdhormoon kan gewoon door die membraan heen diffunderen, via diffusie dus, en die komt daar terecht in de kern. Terwijl dus dat eiwithormoon is niet vet oplosbaar. Dus die heeft juist die receptor nodig. Dus als jij weet dat een hormoon op een receptor of niet past, ja, dat of die wel of geen receptor heeft, dan weet je al iets over wat voor soort hormoon dat is. Is het een steroïdhormoon of is het een eiwithormoon? Nu moet je eens goed gaan bedenken, want hieruit volgt een hele lastige stap. Dat eiwithormoon, dat heeft dus op plekken waar die nodig is, een receptor zitten. En het steroïdhormoon diffundeert in alle cellen van je hele lichaam. Ook in degenen die er helemaal niks mee kunnen. Alleen in de cellen waar die wel wat mee kunnen, dus de doelwitcellen, zorgt het hormoon uiteindelijk voor een effect. Dit is het eiwit maken en dit is zorgen dat stof A wordt omgezet in B plus C. Oké, er staan ook tekeningen van in je boek. We gaan hierop verder met behulp van die hormoonopdracht. Kijk nog een keer goed naar mijn tekening. Gebruik je boek en lees je in. Succes!